Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader. En van Jezus Christus, onze Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gemeente samen gaan zingen. Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Psalm 84 vers 1. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot. O Heere der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Gemeente, wij doen ook in deze huwelijksdienst, op deze huwelijksdag, samen met Maarten en Dianne, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen daarna Psalm 86 en daarvan het derde vers. Psalm 86 vers 3, Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Psalm 86 vers 3, naar de belijdenis van het geloof. En in ieder van u spreken dan met mij in zijn of in haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam.
en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanmiddag vindt u in Romeinen 8, vers 28 tot en met vers 39. Dus Romeinen 8, vanaf vers 28 tot en met vers 39. En laten we samen luisteren naar het heilig woord van de Heere onze God. Romeinen 8, vers 28. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja. Wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaar? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heere. De tekst voor de preek, dan toch nu Maarten. U moet weten, ik had de liturgie toegestuurd aan Maarten en ik kreeg gelijk een mailtje terug. Moet de tekst niet vermeld worden? Maar ik zei, nee, die houd ik nog even geheim, tot dit moment dus. En dat is vers 31b uit dit gedeelte. De woorden, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Laten wij bidden. Ja, Heere, zo komen we samen voor uw heilige aangezicht in gebed. Op deze prachtige dag. Maar we samen zijn hier in dit kerkgebouw, in een dienst, samen geroepen als gemeente die naar uw naam is genoemd, samen met Maarten en Dianne,
familie, vrienden, gemeente. Een dag waarop zij elkaar uit uw hand mogen ontvangen. En Heere, wat is dat wonderlijk. Waar buiten de natuur zo spreekt van uw heerlijkheid en uw majesteit. Er getuigt toch deze dag voor hen ook van uw trouw, uw zorg, uw ontferming. Als we zo samen hier zijn, Heere, en zij ook buigen voor uw heilig aangezicht, dan is dat toch tegelijk ook een belijdenis dat u hen samenbracht. En dat ze afhankelijk, in afhankelijkheid van u ook verder willen gaan. Verder het spoor van het leven, waar u hun levens deed kruisen, de liefde tot elkaar in het hart gaf. En zo verlangen samen verder te gaan, maar dan toch niet zomaar samen, Heere, maar in afhankelijkheid van u, de Heere. Dat u voor zult gaan. En zo zeggen wij u dank samen met hen voor deze dag. Dat ze hun ja-woord al gaven voor de overheid, de burgerlijke overheid. En zometeen hier voor uw aangezicht hopen te geven. Wij danken u, Heere, voor die zegen die zij ontvangen en wij met hen. En tegelijk bidden we voor hen. Heere, zegenen deze dag, zegenen het huwelijksleven lang. En wil hen voorgaan met uw licht en met uw waarheid. Dat ze hun treden, Heere, in uw spoor zullen zetten, voortdurend en steeds opnieuw. En Heere, dan wordt er ook veel meegedragen deze dag. Herinneringen die er zijn. Geliefden die gemist worden. En elke ontviel. Een vrouw, een moeder, een oma. Heere, ook zij leeft mee en zij gaat mee in onze gedachten. In onze herinnering. En Heere, ook dat leggen wij voor uw aangezicht neer. En we bidden wel ook daarin uw genade en uw zegen geven. Ook bij Dianne en de kinderen, als ook hun gedachten terug zullen gaan. Naar al wat gebeurde, Heere, wil ook daar met uw ontfermende genade ook nabij zijn. Maar dan toch, Heere, te midden van die herinneringen. Toch de vreugde, de dankbaarheid. Dat u hen deze dag geeft, dat u hen aan elkaar geeft. We bidden, Heere, zegen dan ook. En ga hen voor met uw heiligt en genade. En wees ze ook, Heere, in ons midden, in deze dienst. O, dan weet u, Heere, hoe wij gekomen zijn, met welke gedachten. Maar laat uw woord ons hart raken door de kracht van uw heilige geest. Opdat we te midden van alle dingen op u mogen zien. In u vinden de enige troost, zowel in leven als in sterven. En zo, Heere, ziende op u ook voort mogen gaan. Als u voor ons bent, wie zal dan tegen ons zijn? O Heere, wat een rijk en heerlijk evangelie is dan. En we bidden, laat het door de kracht van uw geest in onze harten ingaan, indalen. Omdat we opzien dat we tot u verder zullen gaan. In afhankelijkheid van u. En u laat toch niet beschaamd, Heere, die het van u verwachten. Wil dan zo in ons midden zijn, deze middag hier. En als er zijn die thuis meekijken, meeluisteren, zegen ook daar. En laat deze dienst zijn, Heere, tot lof en eer van uw nooit genoeg volprezen naam. En het alles bidden wij, niet omdat wij dat verdienen. Maar doe het in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, laten we samen zingen ter voorbereiding op de preek. Psalm 17, vers 3 en 4. Ik zet mijn treden in uw spoor. En ook vers 4. Maak uw weldaden wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. Psalm 17, vers 3 en 4. En ondertussen wordt er gecollecteerd voor de kerk. Psalm 17, vers 3 en vers 4.
zingen straks na de preek Psalm 42 en daarvan het vijfde vers, Psalm 42 vers 5. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die is daags zijn gunst gebied, Psalm 42 vers 5. Straks in antwoord en in aansluiting op de verkondiging. Als tekst voor de preek voor deze middag dus Romeinen 8 vers 31b, tweede deel van vers 31. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Bruidspaar, familie, vrienden, gemeente, jongens en meisjes. Dat kun je wel eens denken, als die mij maar helpt. Als die maar voor mij is. Diegene die misschien heel sterk is of heel trouw is. Ja, dat helpt. Dat kun je jongens en meisjes denken op het schoolplein. Als je ruzie hebt, moet je natuurlijk niet doen. Maar dat zou kunnen gebeuren. En dan als je maar iemand bij je hebt die heel sterk is. Ja, dat helpt. Als die maar voor mij is, ja, dan hoef ik niet zo bang te zijn. Wat op het schoolplein gebeurt, dat gebeurt ook in het groot, op het wereldtoneel. Als dat land maar voor mij is, als die machtige natie maar voor mij is, als die maar helpt, dan hoeven we niet bang te zijn. Voor het gevoel kun je dan toch wat gerust leven, als die maar bij mij is, als die maar voor mij is. En Paulus zegt dat ook, als, nee, niet een mens, en zelfs niet een wereldmacht met een sterk leger en met veel soldaten en met moderne wapens, maar als God maar voor mij is. Als God voor ons is. Nu is het gemeente zonder meer zegen als we mensen om ons heen hebben. Een zegen als je het goed hebt met elkaar. Om zo ook samen verder het huwelijk in te gaan. En tegelijk is dat ook niet alles. Niets is blijvend. En deze prachtige dag als we hier samen zijn, wanneer we verheugd zijn met jullie, is dat ook toch wat in de gedachten en in de herinnering meegedragen wordt. Niets is blijvend. De gedachte terug naar al wat gepasseerd is, wat gebeurd is. Van jou, Maarten, waar Nelleke ontviel. Voor jou, je kinderen, je kleinkinderen, een vrouw, een moeder en een oma. Alle herinneringen die meegedragen worden. Voor jou, Dianne, en jouw kinderen, waar alles zo anders liep dan gedacht, gehoopt. Het is wel in het besef, en het brengt het besef naar voren, onze broosheid en afhankelijkheid. Wat begint het huwelijksformulier dan voor ons gevoel donker als we het straks lezen, aangezien de gehuwde vanwege de zonde velerlei kruis en tegenspoed overkomt? We zouden af kunnen vragen, gemeente, op deze blijde dag, op deze vreugdevolle dag, is dat niet al te negatief? Met alle herinneringen, zeker die meegedragen worden en die ook een plek hebben op deze dag en mogen hebben. Is dit toch ook een prachtige dag die wij ontvangen uit de hand van de Heer. Met schitterend weer buiten, maar niet minder met het bruidspaar als het zonnetje in het midden van veel vrienden en familie. O, zeker, dat is er ook. Jullie hebben er naar uitgezien. Op voorbereid. Om samen op deze dag elkaar het ja-woord te geven, allereerst voor de burgerlijke overheid en zometeen ook voor het aangezicht van de Heere. Een dag waarop jullie en wij met jullie ook dankbaar zijn dat je elkaar ontvangen hebt uit de hand van de Heere. Dankbaarheid aan God die jullie aan elkaar geeft. Dat is toch ook waar. Jullie kiezen voor elkaar, geven elkaar het ja-woord, maar uiteindelijk is het de Heere zelf die jullie aan elkaar geeft, bij elkaar gebracht heeft. En dat is ook wat deze dag mag klinken en moet klinken. Dat is wat de Heere geeft. En daarin de lof en de dank aan zijn naam. Ontvangen uit Gods hand, dankbaarheid aan de Heere. En tegelijkertijd, als dat alles is, dat jullie samen zijn. Ja, wat is er dan voor verwachting? Als jullie alle verwachting van elkaar moeten hebben, wat is het dan voor verwachting?
En daarom zijn jullie ook hier op deze huwelijksdag. Het ja-woord gegeven in het rondeel, begreep ik. En nu hier, als man en vrouw, samen met kinderen, verdere familie, vrienden. Hier in Gods huis, in de kerk. Om zometeen voor hem neer te knielen. Om zijn zegen te ontvangen. Want je bent geroepen ook voor elkaar te zijn. Je bent geroepen en jullie zijn geroepen elkaar te dienen door de liefde. Dat is een hoge roeping waar jullie je ja-woord aan geven. Dat is een hoge roeping vanuit God zelf. Dient elkaar door de liefde. Dat is een opdracht tussen christenen onderling sowieso, maar dan eens te meer wel binnen het huwelijk. Dient elkaar door de liefde. Niet ziende op wat van jezelf is, maar wat van de ander is. Om elkaar te dienen. Om zo samen in de weg van de Here te gaan, in afhankelijkheid van hem. En wat is dat een zegen als dat ook in een huwelijk gevonden wordt, dat je elkaar dient door de liefde. Het valt niet genoeg te waarderen en toch tegelijk opnieuw, en dan klinkt die toch wat scherper toch, als dat alles is. En je zou zonder God verder moeten. Dan blijft het toch leeg. Als God voor ons is, zegt Paulus, dan heb je alles. Dan alleen heb je alles. Maar dan heb je ook helemaal alles. Dwars door alle vragen, alles wat gebeuren zal in dit leven heen. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dat is ook een wonder, hè? Dat is een wonder van genade, toch? Als Paulus dit zegt, als God voor ons is, dat is helemaal niet een vanzelfsprekendheid. Van ja, natuurlijk is God voor ons. Nee, dat is iets wat we niet verdienen juist. Dat is genade. Want wij zijn zondaren. Zondaren voor Gods aangezicht. Zondaren tegenover onze schepper die ons het leven geeft, die ons iedere dag opnieuw geeft, maar die ons gemaakt heeft. Hoofd voor hoofd zijn we uit hem voortgekomen. En zonde wil dan zeggen dat we onze schepper niet in ere houden. Dus niet hem dienen, niet leven zoals hij wil. Niet leven in afhankelijkheid en in dienstbaarheid aan hem. Maar zelf de beslissingen nemen. Zelf de keuzes maken. Tegen hem in zelfs. In opstand komen tegen hem. Dat is zonde. Het doel missen waarvoor God ons geschapen heeft. Opstand tegen hem. Ongehoorzaamheid aan hem. Zonde is een keuze tegen God. Zonde is een weg tegen God. Zonde is niet leven tot eer van God met heel ons hart en met al onze krachten. Hem niet liefhebben boven alles en daarnaast als onszelf. Tegen God. En dan zou je de tekst ook omkeren. En dat is ook waar. Als God tegen ons is, wie zal dan voor ons zijn? Al heb je alles in dit leven. Als God tegen ons is, wie zal dan voor ons zijn? Als we eenmaal moeten verschijnen voor zijn rechterstoel aan het eind van het leven, om verantwoording af te leggen van alles wat we hebben gezegd en gedacht en gedaan dan. En we staan daar als zondaar, opstandeling tegen God, zonder verlosser. Wie zal dan redden? En daarom, ziende op die toekomst, jullie huwelijkstekst, daarin is alles. Voor dan, op dat moment, maar ook voor vandaag en voor morgen en voor overmorgen. In dit leven, heel het leven lang. Maar je kunt je wel afvragen, hoe kan dat dan waar zijn? En voor wie is dat dan? Hoe kan dat dan waar zijn dat Paulus zegt, als God voor ons is, zo God voor ons is. Hoezo en hoe kan God dan voor ons zijn? Dat is wel een reële vraag, hè? Toch?
Heb je nooit met die vraag gezeten? Het antwoord komt in ieder geval niet bij ons vandaan. Dat antwoord komt van boven, bij God vandaan. Het antwoord is Immanuel, is de Heer Jezus Christus. Met kerst werd de Zoon van God mens geboren in deze wereld. Hij heeft zijn leven geleefd volmaakt zonder zonde. En toch als gerekend tot zonde, als de grootste zondaar gekruisigd. Niet voor zichzelf, maar voor anderen. En hij stond op uit de dood en hij zit aan de rechterhand van de Vader. Gisteren was het Hemelvaartsdag en hij is daar. Ons ten goede, zegt het woord. Zo en in hem alleen is God voor ons. Kijk maar wat Paulus zelf zegt in vers 32 en 33 en 34. Als uitwerking van jullie huwelijkstekst. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En dan zegt hij, die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? En dan vers 34, Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, opgestaan is uit de doden, opgewekt uit de doden, die ook aan de rechterhand van God is, ten hemel gevaren, die ook voor ons bidt. Zo God voor ons is. God voor ons, dat is de boodschap van het kruis van Jezus Christus en die gekruisigd. En wat een offer bracht hij, deze Heer Jezus Christus. Hij gaf zijn leven voor zondaren. En de Vader zond zijn Zoon om dat offer te voldoen. En de Zoon is gegaan, gewillig, om aan de wil van de Vader te voldoen. En zo is hij de verlosser. En zo is er vergeving en toekomst. Zo is er verwachting en zo is er troost. Wat er ook zal gebeuren, wat er ook is gebeurd. En wat er nog komen zal. Het is daarom dat Paulus uiteindelijk uitroept in dit gedeelte, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Wie zal daarvan losmaken, vers 35? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Niets kan dat. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Als je al die woorden, Maarten en Diane, leest in de volgende verzen, vers 35 en 36 en zo. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, of honger, of gevaar, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. En in vers 38... dood, nog leven, nog engelen, overheden, machten, tegenwoordige, toekomende dingen, hoogte, diepte. Welk schepsel dan ook. Dan kun je tijdens je huwelijk best nog wel eens zitten en daar weten jullie alles van, hè? Weet God er wel van? Toch? Als je op die omstandigheden zit. Hoort de Heer wel als ik bid? Is het wel waar, zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En als je dan straks samen zit, en het doet iets op van moeite, en je vraagt je af, die huwelijkstekst van ons. Hoe weet ik dat dan? Als het zo anders lijkt. Als het moeilijk is. Wat moet je dan doen? Samen. Ja, wijzen naar je huwelijkstekst. Jazeker. Maar dan. Eigenlijk nog verder wijzen dan vers 31b, moet je ook naar vers 32 gaan. Daar ligt het antwoord. Die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Zo God voor ons, als wie zal dan tegen ons zijn?
Hoe weet ik dat dan? Wel, als we zien naar het kruis en Christus hangt daar, dan geeft God in hem zijn eigen zoon. Uit liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Al zo lief. Hoe lief? Zo lief. God geeft zijn eigen zoon. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Daar aan de voet van het kruis. Met je eigen zonde en schuld, want we verdienen niets. Omhoog zit, door de kracht van Gods genade, hangt daar de Zoon van God. En als God zijn eigen Zoon gaf, als hij dat over had voor mij, wat zal hij me dan nog onthouden? Dat wil niet zeggen dat ik altijd alles krijg wat ik vraag. Verre van dat zelfs. De Heer is veel wijzer dan dat ik ben. En de Heer houdt ook klein aan zijn voeten. En daar gebruikt hij ook de moeite voor. Hè? Maar hier wordt bedoeld niet zozeer dat we alles krijgen wat we vragen. Maar wel dat we bewaard worden in hem. En dat hij ons vasthoudt. En dat hij ons leidt. Door zijn genade en door zijn kracht. En dat hij ons troost. Te midden van welke omstandigheden dan ook. Daar ligt het geheim. Aan de voet van het kruis. Voor mijn schuld en zonde. Die hij wegdroeg. En daar ligt het geheim. Voor alle vragen van het leven. Waar ik geen weg mee weet. Als u, o Vader in de hemel, uw zoon voor mij gaf, dan kan ik en weet ik zeker dat u mij zo zult bewaren dat ik nooit van u zal wegvallen. Wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? God geeft met Christus alles. En dan ook zo, hè? Moet je niet vergeten. Want wij zien vaak op de weldaden van Christus, op het ervaren van troost. Maar dat is alleen in de Heer Jezus Christus. Hè? Ziende op de Zoon. Het geloofsweten. Oh, hij geeft alles met hem. Christus en al zijn weldaden. Het is allemaal in hem. Jezus Christus. En die gekruisigd en opgestaan uit de doden. En daarom, als het op deze blijde dag gaat over moeilijke dingen, is dat niet negatief, maar is dat de realiteit van het leven. En te midden van die gebrokenheid, de hoogste en de diepste troost, als God voor ons is. Ja, dan heb je alles. Dat is wat Paulus doet zingen. Van de goedheid van God. En van de grootheid van zijn genade. Mijn ziel, Maria zong dat, hè, verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heere, mijn zaligmaker noemen. Wie roemt, die roemen in de Heere. Van zijn genade, van alles genade. Iedere dag opnieuw ontvangen van hem. Ook deze dag. Maar ook de dag van morgen, zolang als de Heere het leven geeft. En iedere dag dan aan zijn voeten. Dan heb je perspectief in dit leven. Maar ook perspectief over dit leven heen. En dan, wie zal scheiden van de liefde van Christus? Ik ben verzekerd, zegt Paulus, dat nog dood, nog leven. Zelfs de dood niet en ook het leven niet. Ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Onze Heere. Omdat zijn genade genoeg is. En zijn kracht in zwakheid volbracht wordt. Dan is na de dood het leven bereid. Waar God opneemt in zijn heerlijkheid. Daarom, als God voor ons is. Wie zal dan
tegen ons zijn. Amen. We gaan nu over tot de bevestiging van het huwelijk voor de gemeente van Christus en lezen daartoe het formulier dat daarvoor is opgesteld. En dat formulier dat luidt als volgt. Overmits of omdat de gehuwde gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij Maarten Vijfhuizen en Adriaantje Sint Maartensdijk, die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd zijn moogt van de gewisse of zekere hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is. En dat er een inzetting van God is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwde wil zegenen en hem bijstaan gelijk als hij beloofd heeft. En daarentegen de horeerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. Ten eerste zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren van de aarde, over de vissen van de zee en over de vogels van de hemel. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot dezelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult u ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmits omdat hij Adam zijn vrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een vrouw gegeven heeft.
daarmee betuigende dat hij nog heden ten dagen aan ieder zijn vrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heer Jezus Christus, die zo hoog geëerd, met zijn tegenwoordigheid, met zijn aanwezigheid, zijn giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmee te betuigen dat de huwelijkenstaat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen. En dat hij de getrouwde zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat u in deze status als gehuwde, als man en vrouw, godzalig mogen leven, zult u ten andere of ten tweede weten de oorzaken of de redenen waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak, opdat de een de ander trouw helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De tweede, opdat een ieder alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goed en gerust geweten mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een ieder man zijn eigen vrouw hebben en een ieder vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave van de onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening, met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden te begeven. Opdat de tempel van God, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel van God schendt, dien zal God schenden. Daarna zult u ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Als eerste zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd van de vrouw. Opdat gij haar naar uw vermogen verstandig leidende zou onderwijzen, troosten en beschermen. Gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult gij uw vrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en het vrouwelijke vat als het zwakste eer geven. Als die ook mede erfgenaam van het genade van het leven met haar zijn, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet van zijn aangezicht brood zal eten, zo zult gij ook getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met ere moogt onderhouden en ook daarboven iets hebt om de nooddruftigen, de behoeftigen mede te delen. Desgelijks zult gij vrouw weten hoe gij u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man lief hebben, eren en vrezen, hem ook gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn als uw Heer. Gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn, want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva, Adam tot een hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijke geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie of instelling van God zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen, die op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren. Gelijkerwijs Sarah, haar man Abraham, gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Dan wil ik jullie vragen om op te staan voor jullie zitplaatsen. Daarom gij Maarten Vijfhuizen en Adriaantje Sint Maartensdijk. Nadat u verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat u daarin van hem bevolen is, bent u van zin en van wil in deze heilige staat alzo te leven, gelijk u hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert u of verlangt u dat deze uw huwelijkse staat bevestigd worden? Wat is hierop uw beider antwoord? Ik neem u allen die nu hier vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. Naardien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, het welk hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Dan mag u nu elkaar de rechterhand geven. Maarten Vijfhuizen, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Adriaantje Sint Maartensdijk, hier tegenwoordig. Haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten. Dat gij haar zult liefhebben en trouw onderhouden. Gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is. Dat gij ook heilig met haar leven wilt
haar trouw en geloof houdende in alle dingen, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is hierop uw antwoord? Adriaantje Sint Maartensdijk, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Maarten Vijfhuizen, hier tegenwoordig. En belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmermeer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe vrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is hierop uw antwoord? Hoort nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matthäus beschrijft. En fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem: is de mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaken of om allerlei reden? Doch hij antwoordende zei tot hen: hebt gij niet gelezen, die van het begin de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw. En gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten, zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Al zal het ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zei tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van het begin is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat anders dan om hoererij. En een andere trouwt, die doet overspel. En die de verstotene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus en wees daarvan verzekerd dat onze Heere God u heeft samengevoegd tot deze heilige staat. En daarom zult u ook alles wat u daarin overkomt met geduld en met dankzegging aannemen als van de hand van de Heere. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Gemeente, we gaan nu zingen met elkaar Psalm 134 vers 2. Tijdens het zingen van de derde regel zal het bruidspaar knielen. Dan ontvangen zij de zegen. En we zingen hen ook de zegen toe. Dan uit Psalm 134 vers 3. En dat doen we voor zover mogelijk staande. Dus nu eerst Psalm 134 vers 2. En na het amen op de zegen, Psalm 134 vers 3, voor zover mogelijk staande. Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen.
Laten we nu met en voor het bruidspaar bidden. O almachtige God, Gij die uw goedheid en uw wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst. En van het begin gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij. En hem daarom een hulpe, die als tegenover hem zou zijn, geschapen hebt. Verordineerd hebt dat die twee waren één zouden zijn. En ook alle onreinheid straft. Wij bidden u, aangezien gij deze personen tot de heilige staat van het huwelijk geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wilt geven. Opdat zij in een waarachtig en vast geloof heilig leven naar uw goddelijke wil. En alle boosheid tegenstaan. Wil ze alsdan ook zegenen. Gelijk gij de gelovige vader, uw vrienden en getrouwe dienaars Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt. Als mede-erfgenamen van het verbond dat welk gij met die vaderen opgericht hebt. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden al dus besluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Hoort nu de belofte van God uit de 128e psalm. Welgelukzalig is een ieder die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want ge zult eten de arbeid van uw handen. Welgelukzalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zeker die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegen uit Sion. Gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen van uw leven. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade. En geven u dat u in alle godzaligheid, liefde en enigheid lang en heilig samen leven moogt. Amen. Dan zal nu de ouderling van dienst de huwelijksbijbel overhandigen. Beste Maarten en Dianne, namens de kerkraad mag ik jullie van harte feliciteren met jullie huwelijk. Vandaag zijn jullie hier in de gemeente bij elkaar om een zegen te vragen over jullie huwelijk. En het is al genoemd, dan is ook een dag waarin de herinneringen van vroeger naar voren komen bij jullie en bij jullie familie. En er is veel gebeurd, moeilijke wegen zijn geweest. Ik herinner me, Maarten, telkens als ik je sprak, dat er altijd die lege plek was. Dat je als mensenmens je toch zo eenzaam voelde. Je had je mooie plek aan de haven, altijd mensen waar je zag. De kinderen die zoveel om je gaven. Maar toch had je ook die eenzaamheid, het alleen zijn. Nu hebben jullie elkaar gevonden. Of beter gezegd, de Heere God heeft jullie leven geleid. En nu zijn jullie samengebracht. Dat jullie nu elkaar tot steun mogen zijn. En dat jullie samen de aandacht aan de kinderen kunnen geven. Dianne, voor jou gaat er ook heel veel veranderen. Een nieuw huis, een nieuwe woonplaats, een nieuwe gemeente. Je verhuist van Goudswaard naar hier naar Middelharnis. Hoewel het huis in Goudswaard nog wel blijft, waar de kinderen blijven wonen. Je wordt nu... We hebben hier al de kerk gezien. Je zult ook lid worden hier in de gemeente. We heten je van harte welkom. En we hopen dat je je snel weer helemaal thuis zult voelen. Zondag zijn de erediensten en ook door de week zijn de andere bijeenkomsten waar de gemeente samenkomt en elkaar ontmoet rondom het woord van de Heere.
We wensen dat jullie samen een zegenrijke tijd hier in Lardens mogen hebben in de ontmoeting rondom het woord. En namens de kerkraad mag ik dan jullie een cadeau overhandigen. Het is het belangrijkste wat we als gemeente aan jullie kunnen geven. Het woord van de Heere, waarin Hij zich aan ons bekend maakt. Waarin Hij ook een gids wil zijn voor ons leven. En graag wil ik dan lezen wat staat in Efeze 3, vers 16 tot 21. En daar bidt Paulus voor de gemeente van Efeze, maar dat bidden we ook voor jullie. Opdat Hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en dat u in de liefde geworteld en gegrond zijt. Opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, de lengte en de diepte en de hoogte is. En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Op deze huwelijksdag weten we welke grote liefde de bruidegom en de bruid voor elkaar hebben. In deze tekst wordt de liefde genoemd die Christus voor zondaren heeft. Het is een overweldigende liefde die wordt beschreven met de breedte, lengte, diepte en hoogte. Die liefde is zo groot dat er vier verschillende woorden worden genoemd om de afmeting eraan te geven. Die liefde ervaren we doordat Christus door het geloof in ons hart woont. In ons leven is het allerbelangrijkste dat we dat geloof kennen. Paulus besluit dan dit hoofdstuk met een lofprijzing over God die meer genade wil schenken dan dat wij bidden. Dat gaat in de eerste plaats over het schenken van de genade in het kennen van God zelf. Maar daarnaast mogen we hem ook alle hulp en bijstand vragen en verwachten voor zijn leiding in ons dagelijks leven. Dat staat in vers 20 en vers 21. Hem nu, die machtig is meer dan overvloedig te doen, al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in u werkt. Hem zeg ik, zij de heerlijkheid, in de gemeente door Christus Jezus, in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Amen. Gefeliciteerd. Dank u. Alsjeblieft. Gefeliciteerd. Mag ik plaatsnemen? Laten we dan eindigen met dankgebed. Ja, Heere, u zij alle dank en lof en eer voor wie u bent. De God van alle genade en van alle vertroosting. En dank ook, Heere, voor deze dag, voor deze dienst. En Maarten en Dianne, ook voor uw aangezicht het ja-woord gaven, voor u neerknielden. Uw zegen ontvingen. Heere, laat die zegen met hen meegaan. Heel het huwelijksleven lang. O, wat een zegen dat ze elkaar ontvingen vandaag, dat ze zich bij elkaar thuis mogen voelen, elkaar bij elkaar gehoord mogen wijten, met elkaar spreken mogen, geborgenheid ervaren bij elkaar. Heere, gaat u hen voor ook, dat ze in u geborgen zullen zijn. Als u voor hen bent, wie zal dan tegen hen zijn? En Heere, dan bent u toch in alle dingen steeds opnieuw machtig te doen, ver boven wat wij bidden en wat wij denken, zoals net ook verwoord werd. En zo mogen we hen toch in uw handen geven, maar ook allen die hen lief zijn. Kinderen en kleinkinderen, verdere familie en vrienden. Ja, zo bevelen we ieder aanwezige hier en thuis in uw handen. Gaat u ons voor, Heere, tot lof en eer van uw naam en tot de vreugde in u, die het verstand te boven gaat, uw vrede. Die wij niet kunnen begrijpen, maar nochtans werkelijk is in Christus Jezus de Heere. Zo dank, Heere, voor wat u gaf. Vergeef het zondige. Geef verder ook een goede en een gezegende dag in de ontmoetingen met elkaar. Wees nabij, Heere. En ga zo mee het huwelijksleven in van dag tot dag. En dat bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138 en daarvan het vierde vers.
Gemeente, er is zometeen na de dienst ook gelegenheid om Maarten en Dianne de hand te geven, God zegen toe te wensen. Dat zullen we doen na het consistoriegebed, dus nadat wij zometeen de kerkzaal verlaten hebben, verzoek ik u weer even te gaan zitten. Dan zal de ouderling van dienst het consistoriegebed uitspreken, dan komen Maarten en Dianne weer terug in de hal. En de kosteres zal u dan wel het sein geven wanneer u naar achter kunt lopen en hen kunt feliciteren en God zegen toewensen. Verhef dan uw harten tot God. Gaat heen in vrede met u, dragende de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, bruidspaar, familie, gemeente, allen. Amen.